Amsterdam-Osdorp vanmiddag. In deze flat bood Yuri Verlinde op de derde verdieping een verblijf op hoogte na. Hoe? Door een speciale tent in zijn slaapkamer te plaatsen waarin een hoogte van minimaal 2500 meter wordt nagebootst. Stel dat zeg maar het basisniveau waarop ik begin. En dat ga ik langzaam uitbouwen naar een lager percentage, dus naar een grotere hoogte. De eerste nacht was er bijvoorbeeld wat problemen geweest met de compressor. En toen werd ik wakker en toen keek ik op een meter en toen stond er opeens dat ik op bijna 3 kilometer hoogte had geslapen. Dus ik heb me even teruggeschroefd en de laatste 2 dagen is nu helemaal goed gegaan. De zuurstofarme lucht komt de tent binnen via deze slang en machine. Om er baat bij te hebben verblijft hij een groot deel van de dag in de tent. De bedoeling is dat ik minstens 12 uur per dag in de tent zit. En nu is hij toevallig open, maar normaal gesproken zit hij natuurlijk dicht. Je begint natuurlijk 's nachts in die tent en dan ga ik trainen. En als ik terugkom van de training, maak ik mijn eten klaar, neem ik mijn eten mee de tent in. Zet ik alles klaar wat ik mee wil nemen, dus ook drinken. Dat gaat de tent in en dan blijf ik in de tent zo lang mogelijk. Totdat ik weer wil lunchen voor de middagtraining. En dan ga ik er weer uit. Logische vraag, als je naar het toilet moet? Ja, dan moet ik inderdaad ook uit. Dat vind ik nog het meest vervelend. Het liefst zou ik natuurlijk gewoon in een tentje blijven. Maar ik zie het niet echt zitten om hier in een flesje telkens mijn dingen te doen. Dus snel de tent uit, dicht ritsen, naar het toilet toe. Open ritsen weer en snel de tent weer in. Door zijn verblijf in de tent kweekt hij rode, zuurstofrijke bloedcellen. Daardoor kan hij harder trainen en herstelt hij sneller. Voornamelijk gaat het om hoe is mijn gevoel erbij. En als het aanslaat, laat natuurlijk op herhaling komen. En of het slapen op hoogte nut heeft gehad, weet Verlinde over een maand. Want zo lang slaapt hij nog op hoogte in Amsterdam-Osdorp.